hier op Zandvoort tijdens het Formule 1 weekend. Dus het was ook spannend. Veel gasten van hem hier aanwezig. Jaap van Lagen natuurlijk. Heel goede prestatie van hem. Derde op de grid. En we zien de groene vlak die gezwaaid wordt. Dat betekent dat de lichten aangaan. En als ze uitgaan zijn we weg voor de start van de race in de Porsche Supercup. Goede start van Lange Ter Voorde. Vanaf pole position. Marvin Kleer uit de binnen door. Een klein beetje contact tussen Marvin Kleer en Van Eethoven op de tweede plaats. Jaap van Lagen aan de buitenkant. Kan die de tweede plaats pakken? Of is het Huub van Eindhoven? Lange Ter Voorde gaat als eerste de duizend in. Lange Ter Voorde komt als eerste de duizend uit. Daarnaast Huub van Eindhoven en Jaap van Lagen zij aan zij. Klein probleem wat verder in de achterhoede voor. Kas Haverkort, de rijder van GP Elite. Jaap van Lagen klinkt door de Hugelots op. De tweede plaats gaat als tweede de Hugelots op. Daarachter is het Huub van Eindhoven. De man met de meeste ervaring in dit startveld. En hij zet hem ernaast. En voorlopig tweede. Hij heeft lang niet op het podium gestaan. Maar wat gunnen we het allemaal hem dat hij ook hier vandaag goed uit de startblok komt. En ja, op de derde plek van Eindhoven. Natuurlijk ook voor het Nederlands team. Dus hoe meer Nederland wil je het krijgen hier op Zandvoort? Ja, het grote Nederlandse inbreng al sinds jaar en dag natuurlijk in de Porsche Cup. Herinner ons de successen van PSK.